Kijkers, dit is ongelooflijk. Welkom bij een nieuwe serie dan. Gaan we de quarantaine serie doen. We moeten even overnieuw. Dat hij de vorige keer op zijn kop was. Nou gaan we zorgen dat hij gewoon normaal doet. Oké, dit is de bedoeling. Eén van jullie vier gaat er naar binnen. Oké, nou, daar gaan we dan. Oké, vier karakters. Fucking hell. Oké, jij mag beslissen welke van de vier er in de doos gaan. Degene wie die in de doos valt, moet hier overnachten. De twee doosjes moet hij hier gebruiken. En dit gaat echt pittig worden, want ik heb echt geen zin om in eentje te zitten. Echt niet. Oh my god, ik ben het weer. Ik ben weer de lul dan. Oké, kom op. Kiezen. Sully, welke gaat het worden? De eerste aflevering moesten we helaas verwijderen omdat hij op zijn kop was, maar welke gaat erin? Deze. Gaat die erin? Oké, de keuze is gemaakt. De jongens kunnen niet meer terug. We gaan ons voorbeschouwen. Wie van de vier moet hier verblijven? We moeten hier met geestapparatuur gebruiken. De apparatuur heb ik al aanstaan. Oh my god, ik denk dat ik het weer ben. Fucking hell. Ik heb er zo geen zin in. Ik hoop echt niet dat ik de sharp heb vandaag. Als ik de sharp ben, ben ik echt ongelooflijk. Nou, dat gaat hem echt niet worden vandaag. Waluigi, ik vrees het voor het ergste dat ik de lul ben vandaag. Oh my god, dat is nog zo erg. Hou je bek, Luigi. Ik gooi die telefoon tegen je smoel aan, man. Oké. Nou, boys. We staan eens voor de ingang. Eén van jullie vier gaat hier zo meteen naar binnen. Oh nee, moet ik weer naar binnen? Dat zou echt wraakzuchtig zijn. Wie van de vier gaat hier naar binnen? Oh my god, wie moet er vandaag in het ziekenhuis overnachten met geestapparatuur rond of corona-apparatuur met de coronabox? Oh my god, ik heb hier het briefje en het briefje wordt... Jij bent het! Oh fuck! Fuck me, ik ben het! Nou Mario, succes! Oh my god! Oh kut! Dan moeten we het maar hier doen, want ik wil niet gestoord worden. Nou, godverdomme. Nou ben ik aan de beurt. We moesten de aflevering helaas verwijderen. Maar nou ben ik. Waar is die geestapparatuur? Oh, doe je jongens. Oké, nou hier ben ik dan. En ja... Kijk eens, lijkt ook als ik Stefan als het uit zijn bek moet slaan. Het is gewoon ongelooflijk hoe hij zo doet. Ik kijk toch naar mijn Dutch Report. Dat heb ik volledig afgesloten. Daar ben ik erg trots op. Daarom ook Stuk TV, ook die vervanger van Dutch Report. Oké, nou, Super Mario, hij gaat dus hier nu zitten. En zeg het maar. Ja. Dit is echt bizar. Spanning, dat is echt niet normaal. Die spanning stijgt echt op. Ik voel echt dat ik... Oh, ik had zo gehoopt dat dit Luigi werd. Want Luigi is maar altijd maar de lul. En dit voelt alleen... Oh, kut, ik moet... Nou, ik heb me volledig in oplader gedaan.
En we zijn dus nu weer hier en... Oh my god. Oh my god, Mario. Wat is dit? Diep triest dat je hier bent. Ja, maar die geestapparatuur, die... Of corona-apparatuur, die gaat nog niet aan. Ik heb al die coronadozen, die valt me niet in de smaak. En dat terwijl Super Mario zich klaarmaakt... het is dus echt. Marian, vind je echt dat je hier moet blijven? Ik denk van niet. Nou, dat is heel erg jammer. Kom tevoorschijn. Oké, die corona-app. Kijk, als deze op rood gaat, betekent dus dat er een positieve test hier is. Dus we gaan nog eventjes hier wachten. Wacht, dit is echt niet cool. Kan ik je zeggen, dit is echt niet cool. Kan ik je zeggen, als dit wat anders was geweest, hè. Helaas, sorry van die eerste aflevering, maar daar bouw ik zo ontzettend van. Als een stekker, dat die op zijn kop was. Voordat ik ga hem uploaden, ga ik hem eerst even checken. Dit is, Oké, pak die geestapparatuur. Corona-apparatuur, hoe je het ook wilt noemen, en leg deze hier neer. Oké, dan ga ik dus nu kijken hoe het verder moet. Oké, jongen, ben jij een gedwaalde geest? Hij is dus geen gedwaalde geest. Ik heb dus jou nu ondersteboven. Oh! Ja? Hij geeft hem aan! Ik voel dat hier nog meer mensen besmet zijn geraakt. Kut, die fucking IC, die ligt helemaal open. Dit is een ramp, ramp. Wat een ramp. Is dit, zeg. Ik voel alleen maar alles dat hier wat gaande is. Dit is alleen maar verschrikkelijk. Ik heb toch een eigen man? Nee. Fucking hell. Dit is zo tering, hé. Tering, ouwe. Hoe ga ik dit nou volhouden een hele nacht? Ik heb echt het idee alsof ze me in de steek laat. Dit is hem dus. En als je mij nou ziet verdwalen. Hier, heb je die zakdoekjes? Kom op, geef die zakdoekjes. Oh nee, rustig, nee. Rustig blijven. Oké, gaat nou weer op groen, Negatieve testen. Ik zit hier in quarantaine. Hier in quarantaine. Dit is alleen maar. Dit wordt niet meer hetzelfde. Ja. In de niet geüploade video maakte Mario een fout. Nou, ik ga lekker slapen. Doei. Bekijk het maar. Dat hele apparatuur is slecht. Die fucking apparatuur, let maar op. De volgende keer wordt dit alleen maar erger. Oké, kijk eens. Dus nu, Mario zit nu hier. En we gaan even kijken hoe het met de drie andere boys zijn. Dit voelt zo enorm triest aan. Weet je dat? Hier, u ziet mij nu met mijn middelvinger. Oké, die apparatuur is nog niet aangegaan. Die corona-apparatuur is nog niet aangegaan. Als die hem aangeeft, ben ik hier gelijk weg. Oké, daar is dus die corona-apparatuur, daar is nog niks mis mee. Ik heb die hele... Ik heb,
Kijk dan naar die pet. De hele pet. Alsof ik me kaal ben geschoren. Dat voelt het echt. Maar dit is niet hetzelfde. Oké, dus ik denk dat er wat gaande is. Maar hoezo dit dan? Ik ga slapen. Ik ben het. Ik weet niet hoe ik dit verder moet. Super Mario toch ook. Dit is echt typisch Mario werk. Ik kan hem hoogstwaarschijnlijk niet uit de oplader halen. Dus doen we het even anders. Oké, nee, rustig. Wacht, even die doos daarvoor. Want ik kan niet uit de oplader trekken. Oké. Dit is toch verschrikkelijk. Ik ben spoorloos. Kijk eens, wij gaan doen. Yo maatje, hey, daar loopt de camera al voor. Yo maat, yo, hoe ging het? Nou, het was echt super erg. Ik zeg, die corona-apparatuur gaat niet aan. Hij staat de hele tijd op, geen kleur. Dus ik vind het alleen maar erg, man. Ik ben blij dat ze wel overleefd. Mario heeft gelukkig het 12 minuten lang volgehouden. Maar morgen komt er een nieuwe aflevering. En wie van deze vier zal daar dan in quarantaine moeten?